Ik zie heel veel feedervissers die dit soort onderlijnmontages gebruiken. Direct aan de lijn. En dan gebruiken ze vaak een heel dun nylonlijntje. Met een hele lange wapperonderlijn. En aan het eind een haakje 14 of 16. Waar ze dan 1 of 2 maden op presenteren. Daar is natuurlijk niks mis mee. En er wordt ook volop mee gevangen. Maar ik heb zelf de indruk dat ze vooral voren vangen. Veel meer dan de grote bodemazers. Zoals brasem, karper en eventueel zeelt. Zo'n schooltje voren aast net als een stel vogeltjes. Ze zijn heel bewegelijk, heel snel en heel gulzig. Vandaar ook dat ze vaak slikken. En ze krijgen ook alle ruimte met zo'n lange onderlijn. Bij het wegzwemmen haken ze zichzelf. En zorg maar dat je een hakensteker bij je hebt. Want die haak zit vaak heel diep. Dat is één nadeel. Een ander nadeel is dat het visje niet altijd van je aaskorf af hoeft te zwemmen. Hij kan er ook naartoe zwemmen. Vervolgens kan hij het loslaten en dan dwarrelt het op een hoopje. Kans op tangelen. En kans dat hij de lijn nog langer moet strekken voordat hij zichzelf haakt. Ik ben uit op bodemazers. Die rustig over je voerplek schuifelen. Af en toe wat aas oppikken. Maar er niet meteen mee wegschieten. Die moeten zich dus sneller kunnen haken. Kortom, met een andere onderlijnmontage. Dit is de basis. Een voerkorfje met een afhoudertje. De gevlochten hoofdlijn met een trekkracht van ongeveer 3 kilo gaat erin aan het korte stukje en komt er weer uit aan het langste gedeelte van dit buisje. En dan komt de truc. De hoofdlijn wordt bevestigd aan een titanium leader waarvan het stalen lusje in het buisje wordt geklemd zodat je een vast lood systeem krijgt. Hier zie je het effect van die leader in de buitenlucht. Aan het eind van de leader wordt een onderlijntje van 1800ste nylon geknoopt met een lengte van ongeveer 20 centimeter en aan het eind een haakje 10 met een her. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was, maar ik zal voor de zekerheid de voordelen nog even voor je op een rijtje zetten. We'll be right back.